Brugge opent het winterseizoen met een nieuwe campagne, een nieuw beeld en een nieuwe slogan. Visit Bruges, visit more. Dat is inderdaad de nieuwe slogan van Toerisme Brugge voor deze campagne. In tegenstelling tot vorige jaren gaan we niet zozeer over die specifieke winterperiode gaan, maar willen we echt een bestemmingscampagne voeren waarin Brugge als ideale citytripbestemming aan bod komt. We hebben daarvoor een website en ook een folder waar dat heel in het kort in staat wat er te doen is met een klein plan daarop ook. En daarnaast zou ik zeggen, ga naar de website en kijk wat er allemaal te doen is. Dat is dus more, zelfs heel veel. Voilà, en daarmee gaan wij aan de slag. Een van de nieuwigheden is een digitale erfgoedwandeling en we staan bij een van de borden hier, hè? Ja, inderdaad. Op 14 plekken in Brugge vind je deze borden met historische informatie. Wij wilden een extra laagje informatie geven voor de bezoekers aan Brugge. Aha. Dus als je deze QR-code inscant of je downloadt de applicatie op je smartphone, krijg je oude foto's, nieuwe filmpjes die een blik achter de schermen geven van het Brugse erfgoed en ook nog natuurlijk extra uitleg. Ook nieuw en net geopend is het Historium op de Markt, waar je in een 35 minuten durende totaalbeleving terugkeert naar de magie van de middeleeuwen. Decors, film, muziek en speciale effecten zorgen voor een bijzondere ervaring. Er zijn 7 themakamers waarin al je zintuigen geprikkeld worden en waar je meegesleept wordt in een spannend liefdesverhaal. Dag, het is voor een nieuwe rozenkrans. In het Historium werd trouwens ook een nieuw toerismekantoor geopend. Voor de gastronomen is er ook iets nieuws, de winterlunch. En daar werken 15 restaurants aan mee. Jullie zijn naar 1 restaurant vandaan. Vertel eens, wat houdt dat juist in? Dat is een gastronomisch 1-gerechtslunch die geserveerd wordt van maandag tot vrijdag met streekproducten. In de deelnemende restaurants die te herkennen zijn aan een raamsticker vooraan. En dat loopt nog tot 28 februari. Een exclusieve lunch dus, waar je best op voorhand voor reserveert. Alle informatie over de deelnemende restaurants vind je op deze website. En op visitbrugge.be vind je ook alles over de winterwandelingen die intussen weer van start gegaan zijn. De kerstmarkten, de ijspisten en het ijscultuur. En we eindigen met deze beelden en daarmee met de aankondiging van de Fotonale Brugge. Dat is een nieuwe Brugse fotowedstrijd. Hebben jullie rond een bepaald thema gewerkt? Ja, het thema dit jaar was verborgen en de fotograaf kon dat eigenlijk vrij interpreteren. Aha, en hoeveel foto's hebben jullie ingestuurd gekregen? We hebben 927 foto's ingezonden gekregen, 357 deelnemers. Ja. En 2 daarvan worden als winnaar bekroond en de andere 58, dus in totaal 60 foto's, worden hier tentoongesteld. En hier, dat is dus op Brugse Vrije in de Hal Cultuur van de 18e tot de 28e december. En daar hebben we een heel overzicht gegeven van alle Brugse winteractiviteiten. Meer vind je ook op visitbrugge.be.